Als je voor het eerst de lijst met ternaire zuren ziet, dan is het moeilijk om deze te onthouden. Als je ze een tijdje gebruikt, zal je wel weten dat het H2CO3 is of H3PO4, maar in het begin is dat wat moeilijker. Vandaar volgend hulpmiddel. Breng iets naar Clara, cola-crisis sinds pakje boom. Met deze zin kan je alle ternaire zuren samenstellen. Hoe onthoud je deze zin? Misschien een kort verhaal. Dit is Clara. Clara is helaas verslaafd aan cola. En elke dag wordt er een pakje geleverd door de leverancier. Maar vandaag ging er iets mis. Door hevig schudden is het pakje ontploft. Clara is in alle staten en haar vriendin belt de leverancier met de woorden: "Breng iets naar Clara. Cola-crisis sinds pakje boom." Maar je kan ook gewoon de zin onthouden. Hoe gaan we nu van deze zin naar de verschillende zuren? Dat gebeurt op de volgende manier. Eerst schrijf je de zin uit met alle woorden onder elkaar. Elk woord begint met een hoofdletter. Daarna schrijven we de volgende cijfers ervoor: 1111, 222, 33. Dus voor de eerste vier woorden, de eerste zin, allemaal het cijfer 1, daarna het cijfer 2 voor cola, crisis en sinds, en het cijfer 3 voor pakje en boom. Deze cijfers zijn ook te onthouden, er zit maar een kleine structuur in, namelijk 4 keer 1, 3 keer 2 en 2 keer 3. Daarna omcirkelen we de elementen die we tegenkomen. Voor breng is dat BR, broom, voor iets is dat de I van jood, voor naar is dat de N van stikstof, voor Clara de Cl van chloor, voor cola de C van koolstof, voor crisis de Cr van chroom, voor sinds de S van zwavel, voor pakje de P van fosfor en voor boom de B van boor. En tenslotte gaan we kijken hoeveel letters er nog over zijn na het element. Bij breng zijn er nog 3 letters over, namelijk E en G. Bij iets zijn er nog 3 letters over, namelijk E, T, S. Bij naar zijn er nog 3 letters over, bij Clara 3, bij cola 3. Bij crisis zijn dat er 4, bij sinds zijn dat er ook 4, bij pakje ook 4, maar bij boom, O, E, M, zijn dat er terug 3. Nu hebben we alle gegevens die we nodig hebben om onze zuren samen te stellen. We halen er eentje uit. Sinds. Aan de hand van het cijfer 2 en cijfer 4 kunnen we eigenlijk alles samenstellen. Het eerste cijfer gaat bepalen hoeveel waterstofatomen we gaan gebruiken. In dit geval 2, dus we schrijven H2. Het tweede wat je ziet is het centrale element. In dit geval is dat zwavel. Of S. En daarna blijven er in dit geval nog 4 letters over. Dat gaat ons aantal zuurstofatomen bepalen. In dit geval dus O4. Als we die verschillende zaken samenvoegen, dan krijg je dit: H2 S O4 of waterstofsulfaat. Een ander voorbeeld: breng. Het eerste cijfer geeft ons het aantal waterstofatomen. Hier zou dat dus H1 zijn, maar we schrijven de 1 niet in chemie. Als er geen cijfer staat, dan ga je ervan uit dat er 1 atoom is. Dus hier is dat H1. Daarna het centrale element, dat is brom, Br. En er blijven nog 3 cijfers over na de Br, namelijk E en G. Dus is dat ons aantal zuurstofatomen of O3. Als we dat samenstellen, ziet dat er zo uit: H, eigenlijk H1, maar we schrijven de 1 niet, daarna Br en daarna O3. Aan de hand van de verschillende gegevens hier, de cijfers ervoor, het aantal letters erna, kan je dus zelf eens proberen om de verschillende zuren samen te stellen. En dan hoor je dit uit te komen. Natuurlijk, na een tijdje, zoals ik al zei, ga je de verschillende zuren zo vaak gebruikt hebben dat je meteen weet dat het H2CO4 is of HiO3, maar in het begin is het een handig hulpmiddel.
Het is erg belangrijk om deze zuren te kennen, want aan de hand van deze standaardzuren ga je ook de afgeleide zuren bepalen. Veel succes!